Ik ben heel blij om hier even terug te zijn, ja. Afgelopen weekend was oud-FC Groningen verdediger Matthias Florein samen met zijn oud-ploeggenoten Rasmus Lindgren en Erik Nefland terug in Groningen. De drie Scandinaviërs spraken na lange tijd weer met elkaar af en besloten om een bezoek te brengen aan de wedstrijd van hun oude club tegen Feyenoord. Wij hebben even afgesproken dat we een weekend naar Groningen wouden. Het is heel lang geleden dat wij elkaar hebben gezien, dus dan pakt het nu goed uit en wij kunnen alle drie op hetzelfde time naar Groningen, dus heel leuk. Ik ben hier met 8 trainers van mijn huidige club, IFK Norrköping, van de jeugd. Gedeelte daar. Eigenlijk voor om te kijken wat de nieuwe trainerscomplex van Groningen en ook mensen te spreken over hoe het hier werkt en zo. En ook wedstrijden bekijken en trainingen bekijken. Hi Erik. Dus ja, gewoon mooi. Ja, Erik Nefland die liep even achterlangs. Grappig geworden, hè? Dat was hij niet? Nee, helemaal niet eerder, nee. Florein speelde tussen 2001 en 2007 170 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Ja, ik herinner heel veel natuurlijk. Ik was bij Oosterpark mee en ook laatste jaar bij het Ureborg. Hè. Ik ging terug naar Zweden in 2007 en in januari, februari daar. Dus ik heb even ook Ureborg meegemaakt. En ja, ik heb zoveel mooie herinneringen van hier. Dus het is moeilijk om gewoon één ding te zeggen. Als hij zelf niet kan kiezen, dan doen wij het voor hem. Dit is een van zijn 2 doelpunten voor FC Groningen, gemaakt op 14 november 2004 tegen FC Den Bosch. Florein, ja! Zo is het 3-1. Dat is een goede bal voor Luis Suarez, maar ingeven aan Nefland en de goal! Erik Nefland scoorde in totaal 48 keer voor FC Groningen en groeide tussen 2004 en 2008 uit tot publiekslieveling in Groningen. Ik heb wel een hele goede gevoel en wel een goede... Ja, goede relatie met de club en de supporters altijd. En dat maakt het natuurlijk leuker om terug te komen. Dus ja, het zou ik graag vaker kunnen doen. Lovren. Hakje is subtiel. Lindgren met links en het is 1-1. Het is 1-1. Lindgren speelde van de drie Scandinaviërs de meeste wedstrijden voor FC Groningen, 193. Hij is nu nog actief in Zweden voor BK Häcken. Net 2 jaar verlengd daar in Zweden ook, dus ik ga nog 2 jaar door. En dan denk ik dat het genoeg is. 2007 ging je weg en dan sta je hier ruim 12 jaar later, bijna 13 jaar later. En in Nederland is het nog steeds goed. Ja, het gaat wel, denk ik. Ik probeer vaak bij de site van de FC natuurlijk te lezen en ook andere voetbalsites van Holland. Ik hou nog steeds van Nederlands voetbal. En Nederlands elftal ook vind ik gewoon een geweldig voetbalspeler. Dus ik denk dat het nooit weer totaal weggaat. Hoe volg jij FC Groningen? Nou ja, ik denk via, zoals veel mensen, ik kan niet de wedstrijd zien. Dat kan je niet zien in Zweden. Maar ik volg natuurlijk via internet en ik lees dingen natuurlijk. En ik volg het op de voet eigenlijk.